kun je je eetlust remmen? Dit is de Universiteit van Nederland. Mag er even naar kijken? Is die mooi, hè? Ja. Wat is ze mooi? Hoewel, het is me verteld dat het een vrouwtje is. Maar ik heb de bloemtoppen nog niet kunnen ontdekken. Misschien is er een deskundige in de zaal die dat even kan vertellen. Dan denkt hij van, ja, dit gaat over eetlust. Hij is een klein beetje verklapt. En dan komt hij met cannabis aan. Allereerst een vraag aan u, hoeft u niet te beantwoorden. Mag wel beantwoorden. Wie van u heeft wel eens cannabis gerookt? Kijk, er zijn een heleboel eerlijke mensen hier. Ik nog nooit. Ik zal wel vertellen wat ik wel met cannabis heb gehad, want ik ben helemaal geen roker. Dus ik kan het helemaal niet. Maar ik zal er straks iets over zeggen. Maar ik ga de andere mensen die nu nee hebben gezegd, ga ik uitleggen dat u ook eigenlijk uw eigen cannabis heeft gemaakt. U heeft uw eigen endocannabinoïde. Dat woord dat heb ik 1000 keer kunnen oefenen, dus ik kan dat zo uitspreken. Het is een hele leuke voor Scrabble, maar degenen die hem straks goed kunnen uitspreken, die krijgen, nou, een biertje, misschien kost hem dat te veel bier, maar goed. Endocannabinoïde. U maakt uw eigen cannabis. En daar gaat dit college over. Allereerst even deze plant. Het is een vrouwtje, laten we dat maar aannemen. Wat zit er in die cannabis? De bloemtoppen van de vrouwelijke plant, daar zit een harsachtige substantie op. Die is bedoeld om het stuifmeel te vangen van het mannetje. Het is een tweehuizige plant. En in die hars zitten allerlei interessante stoffen. Je kan de bloemtoppen roken, dan is het wiet. En je kan de hars kan je roken, dan is het hash. En daar zitten allerlei stoffen in. De stof waar je high van wordt heet THC, tetrahydrocannabinol. Daar ligt wel van gehoord. We zijn in Nederland erg goed in veredelen. We hebben enorme sterke cannabis tegenwoordig met hele hoge gehalte aan THC. Maar wij zijn vooral geïnteresseerd in die andere werking van cannabis, onder andere de medicinale cannabis. En dan denken we dat we misschien veel meer CBD. Ik liep langs een grow shop hier om de hoek en dan kon je gewoon CBD-oil kopen. Dus ik denk, oké, dat gebeurt toch wat, dat is medicinaal. Ik noemde net het woord endocannabinoïde. Wie van jullie heeft wel eens gehoord van het woord endocannabinoïde? Kijk, een paar mensen. Kijk, heel goed, heel goed. Maar ik neem het niet kwalijk. Ik ga het uitleggen wat dat zijn. En ik gebruik, wie van jullie heeft wel eens gehoord van endorfines? Oh, kijk eens even, wat een geletterd publiek zit hier. Heel goed. Nou, als je de endorfines kent, dan krijg je het principe van de endocannabinoïde vrij gauw door. Hoe komen endorfines aan hun naam? Er was al jaren morfine, er was al jaren een papaver. Mensen hebben ooit ontdekt dat als je een papaver insnijdt, krijg je opium, daar kan je morfine uithalen. Morfine is een hele krachtige stof, daar ga je van slapen, het is een pijnstiller, het remt je ademhaling. En in 1972, meen ik, heeft men pas ontdekt hoe morfine eigenlijk werkt. En morfine werkt op een receptor, een structuur op cellen, past daar precies op en roept effecten op. Maar die receptor in die cellen zit natuurlijk niet te wachten tot er een keer morfine langskwam. Die zat niet te wachten. Nee, die was er altijd al. Die heeft allerlei belangrijke functies. In je eigen lichaam komen stoffen voor die receptor prikkelen, beïnvloeden, daaraan binden. En dat heeft men toen maar endorfinen genoemd, naar de naam morfine. Cannabis, een beetje hetzelfde verhaal. Pas in 1992... Men kende THC al wel, dat was geïsoleerd in de 70e jaren in Israël. In 1992 werd voor het eerst beschreven hoe cannabis werkt, hoe THC werkt. En men vond dat daar receptoren voor zijn, receptoren in je hersenen, receptoren in de rest van je lichaam, die toevallig getriggerd worden door THC. Maar ook weer helemaal toevallig, want nogmaals, ons lichaam zit niet te wachten tot de eerste halve zool een keer 2000 jaar geleden cannabis ging roken. Nee, wij hebben eigen stoffen. Dat is een eigen systeem met een hele belangrijke functie. En die eigen cannabinoïden, die heeft men toen maar endocannabinoïden genoemd, dat zijn hele andere structuren. Dat zijn van vetten afgeleide stoffen die heel belangrijk zijn voor allerlei functies, onder andere je stofwisseling. Dus twee jaar geleden kwam er een berichtje in de Engelse pers, naar aanleiding van een publicatie. En de titel daarvan was chips, potato chips,
The other way to get stoned. Wat tonen ze aan? Als iemand een chipje neemt, dan krijg je allerlei reacties. Ik heb dat al iets eerder verteld in een eerder college. En onder andere zie je dan dat die endocannabinoïden worden vrijgemaakt en dat wij daarop reageren. En daar waarschijnlijk voor een deel door beloond worden. En dat is heel interessant. Er zijn bepaalde hersendelen, die endocannabinoïden worden vrijgemaakt en die belonen ons. Die zeggen van, hé, wat lekker. Maar ga nou eens terug, die cannabisrokers hier onder u, die weten dat wel, hè? Want als je cannabis rookt, dan komt het nog wel eens voor dat je vreetkicks krijgt. En wat wij er bijvoorbeeld ook denken en waar wij ook onderzoek naar doen, is door die cannabis, maar ook door die endocannabinoïden, komen signalen veel harder binnen. Gevoelens worden intenser, smaak wordt intenser en de sfeer wordt beter. Allemaal te maken met beloning. Nou, ik wil even laten zien, die endocannabinoïden, hier zie je een paar plaatjes aan beide kanten, die endocannabinoïden werken in onze hersenen en die geven onder andere het gevoel van, eet maar lekker door, het is heerlijk, hè? Het smaakt je goed, hè? Bij wijze van spreken, beloning. Maar ze werken ook in ons vetweefsel en daar stimuleren ze de opslag van vet. En ze werken ook nog in ons darmkanaal, waar ze de verzadiging remmen. Dus een fantastisch systeem natuurlijk, hè? In de evolutie. Hè? Fantastisch systeem, omdat het ons altijd geholpen heeft om lekker door te eten. En om eigenlijk meer te eten dan goed voor ons is. Nee, nu goed voor ons is. Maar het was wel goed voor ons. Ja? Dan ga ik u proberen uit te leggen hoe die endocannabinoïden nou in elkaar zitten. Want dat is toch wel belangrijk voor de rest van het verhaal. Dan heb ik Duplo-blokken meegenomen. Endocannabinoïden, ik heb het al even verklapt, worden gevormd uit vetten, vetzuren en nog iets anders. Nou, dat andere, dat zijn gewone boodschappenstoffen, neurotransmitters, voor de chemische onderdeel, amines, dopamine, serotonine. En daar hebben we er een paar van. We hebben serotonine, dopamine, we hebben ethanolamine, een paar. Vetzuren hebben we nog veel meer. U kent het waarschijnlijk wel, bij verzadigde vetzuren, onverzadigde vetzuren, meervoudig onverzadigde vetzuren, van het omega-3 type, van het omega-6 type. Dus we hebben allerlei soorten vetzuren. Die krijgen we binnen via ons dieet of we maken ze zelf. Dus aan de ene kant hebben we vetzuren en allerlei soorten. Groene, rode, blauwe. En aan de andere kant hebben we die amines. Die gaan aan elkaar zitten. Amine, vetzuur. Dan krijg je een molecuul, dat noemen we een endocannabinoïde. Dat molecuul werkt op receptoren, heeft een bepaald effect. Maar als er nou andere vetzuren vooral voorkomen in je lichaam, dan krijg je andere endocannabinoïden. Het lichaam combineert die moleculen, dus enerzijds vetzuren, anderzijds amines. Waarom is dat nou een belangrijk verhaal? Nou, hier wordt meteen een link duidelijk met dieet en met voedingsstatus. Eet je veel suiker, krijg je waarschijnlijk een bepaald type endocannabinoïden. Eet je bijvoorbeeld meer vis met omega-3 vetzuren, krijg je andere endocannabinoïden. Wat we ook weer doen, is teruggaan naar good old cannabis. Wat wij willen weten is of bepaalde mensen door die endocannabinoïden, door dat endocannabinoïde systeem, of die anders reageren, of die anders omgaan met eten, of ze anders beloond worden. En misschien zit daar zelfs een deel van de verslavingachtige gedrag. Nou zouden we natuurlijk dat onderzoek kunnen doen met joints. We zouden onze proefpersonen joints laten kunnen roken. Nou, de proefpersonen die wij includeren in onze studies, die vragen wij inderdaad altijd wel, ben je gewend om cannabis te roken? Want dan willen, in onze proeven willen we geen mensen hebben die voor het eerst bij ons cannabis roken. Want dan krijg je hele koddige effecten. Dus dat willen we niet, dus we willen zogenaamde habituele gebruikers hebben, 3 of 4 keer. Wat wij doen, dus wij hebben daar verdampers voor. Die verdampers die zie je ook bij mensen die cannabis gebruiken voor therapeutische doeleinden, bijvoorbeeld multiple sclerose, pijn, pijnstilling, kankerpatiënten. Stoppen we een beetje cannabis in en dan inhaleren we het zo. Dat is prachtig, hè? Mooie techniek, wordt verwarmd. Verwarmd, daar hoeven we dus geen sigaretten van te maken. Nou, wat doen wij bijvoorbeeld, en dat soort dingen doe ik dan wel aan mee, want ik moet natuurlijk wel een beetje weten wat we onze proefpersonen aan blootstellen. We geven mensen cannabis met een hoog THC-gehalte versus cannabis met een laag THC-gehalte. We geven mensen placebo-cannabis en we kijken bijvoorbeeld van,
ja, hoe zoet vind je iets? Hoe reageer je en hoe lekker vind je dat? Om met het idee om uiteindelijk te kunnen zeggen van, goh, dat endocannabinoïde systeem, dat stuurt smaak en smaakvoorkeuren en stuurt beloning op die en die manier. Goed, men wist dat eigenlijk al wel een tijdje. En de farmaceutische industrie is daar al een tijd geleden opgedoken. Want ik zei het al, het endocannabinoïde systeem in principe beloont het ons voor lekker eten. Het was in de evolutie heel gunstig, want het zorgt dat we lekker eten, dat we ervan genieten, dat we efficiënt vet stapelen en dat we niet zo gauw verzadigd raken. Dat was allemaal prima tot 10.000 jaar geleden, maar nou niet meer. Wat denken we nu? Dat als je het endocannabinoïde systeem zou stimuleren, dat je er een beetje te dik van wordt, dat je een risico loopt op diabetes, met andere woorden allemaal foute dingen. Dus we dachten de farmaceutische industrie, potverdikke zeg, als we dat systeem nou eens blokkeren, als we nou eens pillen maken, antagonisten heet dat in de farmacologie, die diezelfde receptoren blokkeren, waardoor die effecten minder werken. En potverdikkie, dat werkte zeg, als een tierenlier in proefdieren. En bij sommige mensen. Het werkte heel goed. Om eventjes een medische termen, je viel er aan vanaf, je ging minder eten, je goed cholesterol ging omhoog, je slecht cholesterol omlaag. Je HbA1c, dat is een maat voor diabetes, ging ook de goede kant op. Met andere woorden, het leek allemaal fantastisch te gaan. Totdat bleek, toen mensen dat in grote getalen gingen gebruiken, dat mensen er echt niet een beetje, maar vreselijk depressief van konden worden. Oké, nou, cannabis blokkeren werd dus een drama. Wat kunnen we nog wel met het endocannabinoïde systeem? Nou, behalve begrijpen hoe iets werkt, interessant, kijken van... Kunnen wij bijvoorbeeld begrijpen waarom mensen met overgewicht meer genieten van eten? Maar andersom kunnen we het wel laten werken. We kijken op dit moment bijvoorbeeld naar waarom eten sommige mensen te weinig. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan anorexia, maar niet anorexia nervosa, maar anorexia bij ziekte. Het is bijvoorbeeld bekend dat mensen, kankerpatiënten, bepaalde kankerpatiënten, heel slecht eten. Dan zeg je van, ja, is dat nou zo belangrijk dat die mensen meer eten? Nou, heel vaak wel. De kwaliteit van leven, de mensen worden sterker. Het is toch wel heel erg bijdragend om die mensen meer te laten eten. Dus wij kijken om of cannabinoïden een rol kunnen spelen om bepaalde mensen in bepaalde ziektes meer te laten eten, aan te laten sterken. Wat ook interessant is om te kijken van, heeft moeder natuur nog andere cannabisachtige stoffen? Want als je in de evolutie kijkt, is eigenlijk heel vreemd, hè? Dat endocannabinoïde systeem, dat is eigenlijk heel oud. Het komt bij heel veel diersoorten voor. En dus lijkt maar één plant te zijn die dat beïnvloedt. Dat is eigenlijk evolutionair vreemd. En dat zal ook wel niet zo zijn. Waar we inmiddels achter zijn gekomen, dat veel planten die worden in de keuken worden gebruikt, een veel mildere stimulatie geven van het endocannabinoïde en ons eigenlijk een beetje belonen. En wat je zou kunnen doen, is bijvoorbeeld gezond voedsel meer belonend kunnen maken. Dus in plaats van wat er nu gebeurt, is dat er heel veel beloning komt uit vet, uit calorieën. Zou je kunnen zeggen, van kunnen wij kruiden, kunnen wij heel slim omgaan met planten. Ik zeg niet dat we meteen cannabis in die keuken moeten gaan gebruiken. Hè, maar andere planten die daar ook op werken, die we voor een deel ook gewoon kennen uit de keuken. Wat doen die met het genot en in hoeverre kunnen we die nog beter gebruiken? En misschien kunnen we een stukje gaan veredelen om uiteindelijk gezond voedsel meer belonend te maken. Goed, de volgende keer ga ik het hebben over waarom is het eigenlijk belangrijk dat je niet te zwaar bent.